Dit zijn zeilvriendinnen Fee en Mee. Deze jonge sporters wisten vorig jaar met een opvallend filmpje een plekje te veroveren bij de Jeugd America's Cup in Bermuda. Zelf zeilen ze katamaran op de Gevelingen. Nu treffen we ze aan in het zeilersdorp van de Volvo Ocean Race. Ze zijn Dutch Wavemakers. Ze promoten hier het gebruik van schoon water en natuurlijk staan zij symbool voor de jeugd in de watersport. VME in Hongkong, twee jonge Nederlandse meiden. Wat brengt jullie hier in Hongkong bij de Volvo Ocean Race? Nou, we zijn hier omdat wij Dutch Wavemakers zijn. Ja, en Dutch Wavemaker die zorgt eigenlijk voor, tenminste wij zorgen ervoor dat kinderen waterbewust worden. Dus hoe belangrijk het water is met plastic en dat soort dingen. Dus vandaag hebben we ook proefjes gedaan met de kinderen en ze zijn allemaal heel enthousiast. Dus dat is wel heel erg fijn. Leuk. En hoe komen jullie daar dan bij terecht? Dat komt omdat wij mee hebben gedaan aan de America's Cup Endeavor programma. Daardoor zijn we ook gevraagd of we Dutch Wavemaker wilden worden. Ja, natuurlijk wilden we dat doen. Waarom niet? En de America's Cup hoor ik, voor jongeren. Daar hebben jullie dus aan meegesteld in Bermuda. Ja, het was heel erg onverwachts dat, want onze coach had ons gebeld over de America's Cup. En we moesten een filmpje maken, dus dat hebben we gedaan. En daar was heel erg positief op gereageerd. En toen hebben we getraind en zijn we erheen gegaan. Ja, dat was heel erg cool. Zeilen jullie al van jongs af aan? Ik zelf van jongs af aan. Ik ben begonnen op een optimistje bij jeugdzeilers. En daarna ben ik verder gegaan om op een ket te zeilen. Op een gegeven moment had ik een wedstrijd en ik had geen zeilmaatjes. Toen heb ik mee opgebeld van, wil je met mij meezeilen? Want ik had niemand. En toen zei ze, waarom niet? Dus we zijn gewoon gegaan en ze vond het geweldig. Dus vandaar dat we nu een zeilduur zijn geworden. En jij had nooit eerder gezeild? Nee, daarvoor had ik nog niet gezeild. En zo'n kans laat je natuurlijk niet liggen. Ja. Dus ik zou eigenlijk 3 dagen in Zeeland was dat blijven. En ik ben er 2 weken gelijk gebleven. Dus eigenlijk heeft Vee jou leren zeilen? Ja, Vee heeft mij leren zeilen. Ja, cool. Vee heeft mij ook wel echt de basis geleerd. Want ik leerde natuurlijk ook wel op de club. Mm-hmm. Maar de basis heb ik echt van Vee geleerd. Hey, en hoe was het in Bermuda? Want het is natuurlijk super stoer, America's Cup. Yeah. Hoe was het om daar te zijn en om te kunnen zeilen daar? Ja, echt geweldig. Want het is zo groot en allemaal kinderen ontmoeten die ook allemaal super goed kunnen zeilen. En wel op een andere boot. Wel wat kleinere boot, dat was wel wat minder. Maar het is ook wel weer leuk om op een andere boot een keertje te zeilen. Nieuws natuurlijk. Ja, weer wat nieuws. Weer wat nieuwe ervaringen opdoen. Maar het is daar zo mooi en je kan er zo goed zeilen. Want ik één keertje zeilde en toen zagen we weer een schildpad langskomen. Ja. Ja, dat is toch een droom. Wat vind je ervan hier in Hongkong bij de Volvo Ocean Race? Natuurlijk een hele happening. Ja, super gaaf. Heel erg groot en overweldigend natuurlijk. En wat is er zo gaaf aan? Ja, het zijn zulke grote boten. Ze kunnen verschrikkelijk snel. Het gaat natuurlijk om zeilen zo snel mogelijk. En hoe sneller, hoe beter. En deze boten gaan verschrikkelijk hard. We vinden het echt super vet om hierbij mogen te zijn. En zoveel indrukken en allemaal bekende zeilers die we mogen ontmoeten, dat is natuurlijk super vet. Ja, want dit is ook wel het verschil met de America's Cup. Bij de America's Cup kon je de zeilers wel zien, maar je kon er niet echt heen. Maar hier lopen ze gewoon langs je. Hier kunnen we hoi zeggen. Ja, ze zeggen ook allemaal hoi en dan geven ze weer een hand en dan zijn ze weer op zoek naar ons. Dus dat is heel erg. Zoals nu, we staan gewoon op de boot van Team NL. Ja, dat kan gewoon hier. En wat is jullie favoriete team? Want Brunel natuurlijk. Ja, Brunel. En waarom is Brunel dan dat favoriete team en niet Team Akzo Nobel? Carlo Huisman, die zeilt hier ook op. En die hebben we ook bij de America's Cup dus ontmoet. Dus dat is wel heel erg cool. En we zitten ook op de teambase van Brunel. Ja, leuk. Ja, het zijn gewoon allemaal de leukste zeilers, denk ik. Ja. Dus Carlo Huisman is jullie favoriete zeiler? Ja, zeker. Hebben jullie zelf de ambitie om ooit een keer de Volvo Ocean Race te zeilen? Ja, zeker. Het lijkt echt super gaaf lijkt het ons om later, als we wat ouder zijn, want nu zijn we allebei 14, dus nog een beetje jong om mee te varen. Maar het lijkt ons echt heel erg gaaf om een keertje mee te mogen doen. Ja, dat is wel echt een droom, want het is natuurlijk wel heftig. Zo 9 maanden op zee, maar dat zo'n kans sla je niet af. Zulke boten zijn zo gaaf. Dat zou ik echt nog wel willen leren. Ja, dus dat betekent heel hard trainen en vol ervoor gaan. Ja. Wil jij ook weten welke watersport bij jou past? Doe dan de watersportcheck van Welkom op het Water.